leven van ons allemaal. Oké. Ik wil jullie allemaal... Ik wil jullie allemaal welkom heten bij de oprichtingsvergadering van de Cyberonderzoeksraad. Brenno zal ons uitleggen en wat het is en wat de bedoeling is. Ja. Dus ik wil graag het woord geven aan Brenno de Winter. Ja, welkom allemaal bij de oprichtingsvergadering inderdaad van de Cyberonderzoeksraad. Een belangrijk moment voor ons allemaal. Kijk. Ik heb het niet die opgevoed. Nee, maar die heb ik niet opgevoed en daarom komen ze ook zo meteen in de raad. Maar het ding is, we hebben dus een cyberonderzoeksraad nodig, want wat we nu doen als dingen misgaan, zeg maar met beveiliging, dan zie je eigenlijk gebeuren dat we als een soort kip zonder kop, inderdaad, gewoon vrolijk als een paar aapjes om ons heen blijven zitten kijken. En ik vergelijk vaak informatieveiligheid. Er begint nu al een vraag, jeetje. Ja, cyberonderzoek, dat is onze passie, maar misschien wel. We hebben er lang over nagedacht en we zullen hier in de centrale raad een besluit over gaan nemen. Maar ik vergelijk vaak informatieveiligheid en het denken over veiligheid eigenlijk met het keerpunt in de geschiedenis, de Titanic. Daar heb ik veel over geschreven. Want dat is het moment dat wij eigenlijk anders naar veiligheid zijn gaan kijken. En digitaal doen we dat niet. Weet je, na de ondergang van de Titanic hebben we allerlei basale regels gekregen hoe je met een boot moet omgaan. En als er dingen misgaat, dan onderzoeken wij dat. En dat doen we altijd publiekelijk. Een onderzoeksrapport komt uiteindelijk gewoon in de openbaarheid. Nou, het bizarre is bij ICT, daar doen we dat dus niet. Daar doen we heel geheimzinnig. En ik heb altijd heel erg het idee dat er mensen aan het kijken zijn die niet zo technisch onderlegd zijn. Of als techneuten het soms wel doen, dan krijg je dit soort adviezen. Daar kan de goede gemeente niet zo gek veel mee doen. Dus waar we eigenlijk best wel behoefte aan hebben, is een hele set aan duidelijke analyses. Wat is er nou aan de hand? Wat gebeurt er nou? Wat kun je daar van incidenten leren? En eigenlijk willen we ook gaan komen met hele heldere adviezen. Uiteindelijk is het doel om risico's te verkleinen en gevolgen van incidenten te verkleinen. En te streven naar maximaal haalbare transparantie. Er komt de cybersecurity-wet aan en de basis is dat wat wordt gemeld geheim wordt gehouden. Hoe kunnen wij daar beter van worden? Nou, daarom gaan we dus nu met een cyberonderzoeksraad aan de slag. En dat is best wel belangrijk. We krijgen een welkom. Daarna gaan we onszelf benoemen. De leden worden geïnstalleerd van de Centrale Raad. Ik leg zo meteen de structuur uit. We gaan het beginnen met het opstarten van vooronderzoeken. En daar wordt er ook een stemming over gehouden. En dan zijn we klaar. En dan is het pubquiz. Nou, hoe ziet de organisatie eruit? Er is een dagelijks bestuur bestaande uit Astrid, Anne-Jan en ik. En wij zijn een soort verlichte despoten. En wij sturen aan de Centrale Raad. Die wordt zo meteen ook geïnstalleerd. En die kan allerlei onderzoeken starten. En in die onderzoeken zijn weer losse raden. Daar zitten jullie dus natuurlijk ook in. En dan beginnen we altijd met een verkennend onderzoek. Dat verkennende onderzoek leidt tot een besluit van, hey, moet dit een echt onderzoek gaan worden? En dat doen wij, ook al is het cyber, doen we dit wel heel serieus. De rapporten moeten zo goed zijn dat mensen daar op Twitter en zo naar gaan verwijzen van, oh nee, wist je het niet? Nou, lees daar maar. En natuurlijk is het tweede doel, zoals ik gisteren al heb uitgelegd, om binnen een jaar bij Nieuwsuur te zitten. Dat onderzoek, wij starten zelf onderzoeken. We zijn immers onafhankelijk en toch een beetje gek. En wij nodigen alle partijen uit voor een openbare hoorzitting. Of ze komen, moeten ze helemaal zelf weten. Het zou wel heel raar staan als je niet komt. Maar daarvan komt een verslag met adviezen. En die adviezen leiden uiteindelijk, dat hele rapport wordt dan door de Centrale Raad geaccepteerd. En dan wordt dit
gepresenteerd, en dat zal altijd in uniform gebeuren, en gepubliceerd. Betekent dus ook dat als de onderzoeksraad wordt gevraagd bij Nieuwsuur, wij netjes in uniform zullen verschijnen. Cyber. Wie komen er dan in de centrale raad? Nou, als eerste Victor Angelier. Die houdt zich vooral bezig met de algemene verordening gegevensbescherming. Anne-Jan Brouwer als plaatsvervangend voorzitter is primair voor softwareontwikkelingsonderzoeken. Zawadi, daar zit je voor scholing. Roy voor eigenlijk algemene beveiliging. Misha voor technisch forensisch onderzoek. Buck Blue voor primair de snelle interventies. YOLO. YOLO, inderdaad. Maar dat gaan we natuurlijk, dan ligt het ja, er wel. Ja, maar voor de mensen hier, hè? Ja, voor de mensen hier is het gewoon YOLO. Dimitri voor ethical hacking. En Astrid voor de bestuurlijke onderzoeken. En die is de algemeen secretaris. Want de Cybersecurity Raad heeft ook een algemeen secretaris. En omdat we dachten, zij hebben dat ook, willen wij dat ook. Dat is eigenlijk een beetje de redenering. En dan ben ik dan de algemeen voorzitter, zelf benoemd. Primair voor communicatie en normeringen. Nou, dan wilde ik eigenlijk de heren en dames allemaal vragen om naar voren te komen. Want dan gaan we dus nu de raad. En daarvoor hebben we een benoeming. Niks eet. Kan niet de rode hek? Nee, dat kan helaas. Ik heb geen rode hek bij me. Had hij gezegd. Als het boek van Rian. Het boek van Rian. Heeft iemand hier het boek van Rian? Paniek. Mijn telefoon is leeg. In PDF is ook goed. We doen het. Hij staat op mijn telefoon. Ja. Hand op de telefoon. Hij staat op mijn telefoon. Hand op de laptop. Hand op de laptop. Oké. Astrid. Ja, ik ben hier. Hand op de laptop. Hand op de laptop. Oké, moet even oplezen, maar het gaat met je. Ik beloof in mijn rol van onderzoeker bij de Cyberonderzoeksraad zo deskundig mogelijk uit te voeren, onafhankelijk en onbevangen te kijken naar een zaak en zo goed mogelijk mee te werken aan adviezen. Ik onderschrijf de manier van werken van de raad. Als lid van de centrale raad beloof ik mijn taak eerlijk, open en toegankelijk uit te voeren. En dan mogen jullie zeggen, dat beloof ik Cyber. Dat beloof ik Cyber. Yay! Dat beloof ik een beetje. Nou hebben we, ho, want nu hebben we de centrale raad. Er zijn een paar dingen binnengekomen. Normaliter komen de meeste zaken natuurlijk binnen via Misha, want die heeft het cybermeldpunt. Daar kun je al je cybers melden en als hij nou denkt, hey, dit is een onderzoek waard, dan leggen we dat voor. Eerste zaak die ik wilde voorstellen aan de centrale raad om een voorlopig onderzoek te starten, zijn de facturen van de Nederlandse spoorwegen. De Nederlandse spoorwegen sturen namelijk mensen een factuur en daarin zit een betaallink. En die betaallink leidt naar een niet-Nederlandse spoorwegen website. En ik dacht, daar zou wel eens wat mee kunnen misgaan. Dus dat was de eerste waarvan ik dacht van, nou, misschien willen we daar een onderzoek naar doen. En ik had vast verklappen, de Telegraaf factureert op dezelfde manier. Deze kwam van de week binnen. Een man die had getankt bij een pomp. Daar is iemand doorgereden zonder te betalen. In de consternatie rekent de kassamedewerker de verkeerde af, de verkeerde pomp af, en hij heeft dus te weinig betaald. Vervolgens zijn de camerabeelden en de gegevens allemaal gebruikt om hem een incasso te sturen van een incassobureau waar je weinig op kan vinden omdat dat op naam van Total zou staan. Ik kan me zo voorstellen dat dit iets ook. Derde is, die kreeg ik zelf, een kopietje paspoort inleveren bij American Express. Als ik dat namelijk niet het kopietje paspoort van mijn vrouw zou inleveren, dan zou haar kaart worden geblokkeerd. Toen ik American Express belde, kreeg ik de mededeling, heeft u van ons een mail ontvangen? Die is correct. Op een soort bandje. Dus daar werd automatisch gezegd dat het mailtje wat je van de American Express kreeg per definitie echt was. What could possibly go wrong? Daarna kon je per e-mail je kopietje paspoort insturen. De volgende die ik wilde voorstellen is de hack op Deloitte.
koersgevoelige data via de e-mail sturen en op linkjes klikken waar je beter niet op kunt klikken. De hack op Uber, wachtwoorden in de code. En even onderaan een datalek van de gemeente Ede, wat heel geheim, dat is geheim gehouden dat rapport, want wij mogen niet weten dat dat een SQL injection is. En ik heb een slechte kwaliteit van software als een algemeen thema. Weet je, heel veel incidenten hebben we omdat de slechte kwaliteit van software is. Hoe komt dat nou en wat zouden we daaraan kunnen doen? Ik denk dat we daar snelle interventie voor nodig hebben. Ja. Jij wilt... Ja, gewoon YOLO-oplossingen. Zijn er onderwerpen tussen waarvan de raad zegt van... Hey, die zijn eigenlijk niet voor ons? Of... Ja, hoezo is die verkeerde pomp cyber? Ja, dat wist ik niet of dat cyber was of niet. Dus ik denk, ik voeg hem maar toe. Ja, hoezo is een... Heb ik geluid? Ja. Hoezo is een hack of een incassobureau wat geld van je wil hebben, is dat cyber? Nou ja, misschien omdat... Misbruik van de camerabeelden inderdaad. Om de persoon te achterhalen. Nou nee, dit klinkt niet als misbruik. Dit klinkt gewoon als falen in het gebruik van camerabeelden. Maar ja, is dat cyber? Ja, het is digitaal, hè? Je wilt hem in stemming brengen? Waren de beelden opgeslagen in een blockchain? Of het een IP-camera is? Dat weet ik niet. Ja. Dat moeten we dan onderzoeken. Dat gaan we dus onderzoeken. Dus wel, oké, dan wie is er dan voor dat te onderzoeken? Ja, ik ben volledig... Het is alleen nog maar verkennend onderzoek, hè? Ja. Oké. Wie wil het leiden? Oh, kijk. Weet we welke? Wij volunteeren Brenno. Helder. Niet voor Brenno. Oké, daar kunnen we ook even over stemmen? Nee, de alle anderen die begrijp ik dus, die zijn meteen aangenomen als verkennende onderzoeken. Oké. Wie wil de facturen van de Nederlandse spoorwegen doen? Ja. Helder. Samen met Telegraaf. Ja. Wie wil de verkeerde pomp doen? Oh, dat deed ik, sorry. Ja. Het kopietje American Express. Nou, dat klinkt als iets wat jij heel erg leuk vindt om zelf te doen. Oh ja, maar kunnen alles bij Brenna neer? Nee. Maar dit was zijn persoonlijke verhaal. Ja, maar daarmee ben ik niet onafhankelijk natuurlijk. Is, geen onafhankelijkheid. Ik hoor dat Anne-Jan volunteert. Ja, waarom niet? Oké. De hack op Deloitte. Ja, kom maar. En de hack op Uber. Ik ken er niks van. Dus. Misha. Hoezo ken je er niks van? Ferrari. Misha. Misha? Ja, Misha. Ja. Mooi. De slechte kwaliteit van software. Ja, daar ben ik in het algemeen wel voor. Ik wil wel eens even een leuk siteje neerzetten en wat dingen gaan door standaard static analysis tools die ik voor mijn eigen shit gebruik halen en kijken wat daaruit komt voor cijfers. Maar is van American Express niet wat veel? Dat denk ik wel. Ja, mooi. Misschien. Maar het is wel onderzoek. Het is alleen maar voorbereid. Het is een voorbereidend onderzoek. Dus ja, dat is ook weer waar. Ja. Verkennen, weet ik veel. En een datalek op de site van de gemeente Ede. Yes. Ja, die wil ik wel doen. Ja, ja. Oh, nee. Ik sta al op de zwarte lijst. Nee. Ik hang al op het dartbord. We doen het wel samen. Heel mooi. Ben jij er ook bij op het dartbord? Ja, lijkt me gezellig. Nou, dan hebben we denk ik de eerste onderzoeken hiermee gestart. En is de raad heeft zichzelf geïnstalleerd. Ja. Dat hebben we echt mooi gedaan. En dan gaat u hier nog veel van horen. En dan was dat hem. Ja, dat is toch netjes binnen de tijd. Keurig voorzitter. Heeft u goed gedaan. Dank u. Ja, mogen we weer... Dank jullie wel. Die we kunnen volgen. Ja, we gaan uiteraard een Twitter-account openen. Ja. Hartstikke goed. En wat is gastdag? Wat, sorry? Wat zou gastdag zijn? Cyber, denk ik. Cyber. Die is vast. Jan, wacht even. Het zijn hele belangrijke vragen. Even vragen uit de zaal. Jan. Vangen. Jan. Mensen opletten. Komen jullie de resultaten van het verkennende onderzoek ook presenteren over een weekje of drie? Nou, over een weekje, of drie heb ik al tijd gereserveerd op ETH 0 om een openbare vergadering. Al onze vergaderingen zijn openbaar, dus ja. En opgenomen dus op de website straks beschikbaar van de Cyberonderzoeksraad als één woord. Koppelstreepje mag.
Nee, achter je, Reinder. Nee, laat maar. Oh. Nee, nee, hij wil wat zeggen. Andere vragen? Nee, doe zo'n leuke vraag. doe hem straks wel. Nee. Zijn er nog vragen uit het publiek? Verder nog vragen? Heb ik mensen hier beledigd in deze zaal? Ja, altijd. Oh, oké. Vertel. Ik zou daar maar heen. Ik heb niet zijn vinger op stak. Ja, jij zei ja. Goed in mijn gezicht. Ja, het woord cyber, dat beledigt mij. Ik heb namelijk een cyberimplantaat. Oh. Ik zou dat gemelden bij het cybermeldpunt. Is goed. Heb je er zelf voor gekozen? Nee, het is voor mijn gezondheid. Oh. Ik zie daar... Het was heel duidelijk dat de onderzoekraad zich uitsprak voor slechte software. Ja. Wat moet ik hier nou van denken? Nee, een onderzoek... Jij moet daarvan denken dat wij daar snelle interventies op toepassen. Wij gaan een vooronderzoek doen of daar dingen te behalen zijn, te winnen zijn om softwarekwaliteit omhoog te krijgen. En interventies te doen. En zaken van loont het daar een echt onderzoek naar te starten. Ik had nog een vraag over de mooie epauletten en de pasjes. Ja. Wanneer kunnen we die verwachten? Nou, epauletten duurt ongeveer 2 à 3 weken om te maken. Dus dat gaat nu besteld worden. Er worden zeker 100 besteld. En we gaan volgende week ergens iedereen die in het cyberregister staat een mailtje sturen. Om natuurlijk jullie te feliciteren met het cyberexamen waar jullie zo hard aan hebben geknokt. En natuurlijk de mogelijkheid te bieden om een pasje en een epaulette te bestellen. En evident, het is niet gericht op winst maken. Want het is niet cyber of zo. Het kan wel zijn dat je aanbiedingen van onze partners in je mailbox vindt. Stond in de voorwaarden. Heb je daar ondubbelzinnige toestemming voor? Jan. Ja, heb je daar ondubbelzinnige toestemming voor gekregen bij het verzamelen van die gegevens? Voor die commerciële uitingen? Je hebt een wilsuiting gedaan. Ja. Oké, okay, ik voelde al een nier minder, maar dat zal hem zijn. Er is een reden waarom ik nu ben begonnen voor 25 mei, zeg maar. daarna moet je een actieve handeling doen. Maar uiteraard gaan wij volledig AVG-compliant zijn. En dat gaan wij ook natuurlijk aantonen. Dus dat komt. En er is ook een reden waarom dit een openbaar register is. Ja, dan mogen namelijk al je persoonsgegevens publiceren. Juist. Ander vraagje nog. ik kan me zo voorstellen dat je je inschrijft door het examen te halen. Nee, je schrijft je eerst in en dan kun je examen doen. Oh, ja, okay. En dan kun je een examen doen. Maar had jij het examen al gehaald, dus dat scheelt. Ja, maar dat is het enige wat ik gedaan heb. Dus dan wil ik ook op diezelfde manier kunnen uitschrijven. Door het examen dat te falen. Dat is geen enkel probleem. Uitschrijven is gewoon right to be forgotten. Is 2 knopjes voor ons indrukken. En dan ben je altijd vergeten. Maar dan ben je ook niet meer een op te zoeken cyber-expert in het register. Nee, maar de wet schrijft voor dat ik op dezelfde manier moet kunnen uitschrijven als ik me inschrijf. En dat is het examen halen. Ja, dat klopt. Precies dat. Ja, jij kunt falen bij je examen. Alleen, ja, dan moet je wel een vrij examen. Een moment vinden. Ja, nee, tuurlijk. Dat is logisch. Maar ik heb zo'n vermoeden dat over 1 week of 3 er weer een nieuw examen is. Want, jullie zijn cyber-expert, maar misschien wil je over 3 weken wel, zeg ik wel, ook een cyber-privacy-expert worden of een cyber-marketing-expert. Nou, dan hebben we daar weer een nieuw examen voor. En ik heb het gisteren niet verteld en ik zal het nu maar eerlijk vertellen. De registratie is beperkt geldig, 2 jaar. En je bent verplicht om permanente cyber-educatiepunten te halen. Die kun je halen door trainingen te volgen. 1 uur is 1 punt. Of naar conferenties te gaan. 1 uur is 1 punt. Of binnenkort ook in bepaalde hackerspaces via het kassensysteem af te rekenen. En 1 euro is 1 punt. Dat laatste mag niet buiten de hackers zien gecommuniceerd worden, want dan krijgen ze het bij Deloitte ook door. Oh, dat horen ze nu. Oh, wat jammer. Hoeveel punten is het organiseren van een conferentie? Jij bent voor de rest van je leven je zit toch nog lang niet goed. Je zit toch in die raad? Sta
staat het cyber... Oh, 42 cyberpunten in 2 jaar tijd. Ja. Ja, ben ik er nu al. Ja, daarom. Ja, de. Komt hij nou? 1 keer naar ETNL, 1 keer naar Hacker Hotel, 1 keer naar Sja en je bent het natuurlijk. De, we gaan het onszelf niet moeilijk maken natuurlijk. Jongen, jongen. Staat het ook open voor buitenlanders en spreekt de raad zich ook uit over buitenlandse zaken? Ja, sterker nog, we hebben net 2 onderzoeken aangenomen in vooronderzoek die niet Nederlands zijn. En staan wij ook open voor buitenlanders? Met of zonder dubbel paspoort is geen enkel probleem. Dat is uiteraard, sterker nog, er staan al een paar mensen van het type Duitser in het register. En die hebben in het Nederlands examen gedaan. En gehaald. Mede door het boek van Jan van Rijbroek, denk ik. Uiteraard. Iets met examen staken. Sorry? Iets met examen staken. Examen staken? Er komt binnenkort trouwens een website www.cyberexamen.nl en dan kun je het gewoon online doen. En dan kun je inloggen met SigiD. Uiteraard. Je kunt straks inloggen met SigiD. Tot slot, even nog, voordat ik het vergeet. Jij had nog een kleine app gemaakt voor Chrome. Ja, we hebben een hele mooie app. Dat is... Dat is Cyber 2 Kittens. Die kun je vanaf vandaag downloaden in de Google Chrome Web Store. En die verandert al je cyber naar het woord kitten. Nee, die komen er nog toegevoegd. Mensen die zich anders beledigd voelen, is dat dan meteen, denk ik wel, een vrij definitieve oplossing. Ja, inderdaad. U vraagt en binnen een paar minuten draaien wij voor u. Eenmalig en niet reversible. Jan-Willem. Gaat de raad ook over cyberhardware? Uiteraard. Als je het woord cyber erin voorkomt, dan willen wij altijd daar een mening over hebben. En hallo, wij zijn hier techneuten. Wij weten het altijd beter. Dan denk ik dat onze voorzitter de vergadering sluit. Bij deze. Dank je wel. Oh shit, heb ik weer.